Weet je wat ik nu vernomen heb? En ik heb het uit betrouwbare bron. Ik heb het uit zeer betrouwbare bron. Er is iets waar miljoenen mensen van bijkomen, van aankomen, van verdikken. Van iets wat ze gebruiken in hun keuken. En het is niet iets wat ze eten. Wat zou dat kunnen zijn? Klinkt gek, hè? Maar het is echt zo. Waar heb ik het over? Wie is er aan het kijken? Hey, Christel, Annelies, Karen, hoi. Hebben jullie een idee waar ik het over heb? Have a wild guess. Raad eens. Dus iets waar miljoenen mensen van verdikken. Door iets wat ze gebruiken in hun keuken en het is niet iets wat ze eten. Wat zou het kunnen zijn? Neuza, heb jij een idee? Wel, het gaat, hou je vast, over de anti-kleefpan. De anti-kleefpan, de anti-aanbakpan. Nu, het was voor mij absoluut geen nieuws meer om te lezen dat dat zeer ongezond is. En ik verbaas er mij nog altijd over dat er zoveel mensen zijn die dat niet weten. Maar onze geliefkoosde tefalpan, is niet goed. Dat is niet gezond. Maar wat ik niet wist, en wat ik nu dus met jullie deel, want ik heb het net van mijn mentor doorgekregen. Een van mijn mentors is Dr. Stephen Gundry. Dat is een hartchirurg. En die stuurde mij dat bericht. Die zei van, weet jij dat door die anti-kleefpannen zoveel mensen verdikken? Het is zelfs zo dat er vorige week, zijn de onderzoekers van de Harvard University hebben de resultaten gepubliceerd van een onderzoek, een studie die ze gedaan hebben, met, even spieken dat ik geen leugens vertel, met 600 mensen in de leeftijdscategorie tussen 30 en 70 jaar. En een deel van die mensen, die dus in de studie zaten, die verdikten, die kwamen in gewicht aan. En welke mensen waren dat? Dat waren de mensen die anti-kleefspullen hadden gebruikt. Pannen en weet ik veel wat ze allemaal hebben met anti-kleef. Dus er was een zeer, zeer duidelijk verband. En ik dacht, oh my god, dat moet ik vertellen. Want mensen, degene die kijken, wie van jullie gebruikt er wel eens zo'n anti-kleefpan? Zo'n anti-aanbakpan, of hoe noem je dat eigenlijk? Wie gebruikt dat nog? Ik zie het nog altijd vlotjes verkocht worden, zelfs in de supermarkt. En ik zie het nog altijd gebruikt worden bij mensen thuis. Dus ja, misschien hebben jullie het ook wel in jullie kast of in jullie keuken en weten jullie niet wat het kan aanrichten. Dus blijf kijken. Waar gaat het nu eigenlijk over? Wat is nu de boosdoener? Wel, in die anti-kleeflaag, daar zitten chemicaliën. En de boosdoeners daar zijn de, ik spiek, PFOA's. PFOA staat voor perfluoroctaanzuur. En dat is hetgeen wat gekke dingen met ons doet. Wat slechte dingen met ons doet. Wat zoal? Wel, om te beginnen, het laat je metabolisme vertragen. Het dus vertraagt je metabolisme. Dus je gaat er minder snel door verbranden. Je krijgt er minder energie door. Je gaat er minder snel vet door verbranden. Ja, absoluut. Ja, ik zie al een paar van die... Ja, terecht. Gebruik jij zo'n pan of zo van dat keukengerei? Laat het even weten. Zet het even onder de commentaar. Of ken je mensen die dat gebruiken? Dan moet je er misschien even taggen in deze video. Want die willen dat misschien wel weten. Dus het vertraagt je metabolisme. Als die chemicaliën verhitten, wat uiteraard gebruikt als je zo'n pan op het vuur zet, dan komen die dampen vrij en dan adem je die in. Daar kun je niet van uit. En dan mag je nog zo'n gezond zalmpje op je pan hebben liggen. Het is niet door het zalmpje dat je ongezond wordt of verdikt. Het is door je pan waar het zalmpje in ligt. Even kijken, waarom raden ze aan om dat te gebruiken bij bepaalde gerechten? Oh, Neuza, het wordt zo vaak aangeraden. Ik zie het zo vaak en dan denk ik van... Mensen weten het niet. Daarom doe ik dit. Om het te verspreiden. En ik vind het niet uit. Ja, het is eng. Het is eng. Ik vind het niet uit. Ik heb het van een dokter die daar
de vinger oplegt en die het tot zijn missie heeft genomen om ook dat soort dingen bekend te maken aan de mensen. En dus vertel ik het graag verder. Alright, dus het vertraagt je metabolisme. Als je ze inademt, zeer slecht, dan ga je er... Eigenlijk is het logisch, want wat vertel ik altijd? Dat toxines die we binnenkrijgen van overal, die gaan zich vastzetten in ons lichaam. Waaronder in je buikvet. In je buikvet. Dus die chemicaliën die in die teefvalpan zitten, dat zijn eigenlijk taille-uitbreiders, zou je ze kunnen noemen. Als je ze dan een mooie naam wil geven. Maar we willen dat natuurlijk niet. Ook wist je dat als ze in je bloedstroom terechtkomen, dus als je ze in je bloed krijgt, dan blijven ze daar tot 9 jaar. Tot 9 jaar lang blijft die troep in je lijf, in je bloed zelfs. Als je dat eet of als je dat inademt. Dus, wat is dan de oplossing? De oplossing is, je kunt natuurlijk doen zoals ik. En al die pannen buiten gooien. Maar ik denk, ik kan me voorstellen dat niet iedereen zo'n drastische maatregelen wil treffen. En dus ik heb van Dr. Gundry een aantal tips gekregen voor mensen die toch nog houden aan hun teefvalpan of andere merk, maakt niet uit, maar teefvalpan, dat kennen we allemaal. Als je daar toch wil verder in blijven koken, dan kun je maar beter volgende dingen doen. En dat is 1. Als je erop bakt, het raam openzetten. 2. Als er ook maar 1 krasje in zit, weggooien. En dat doet mij denken aan, onlangs was ik uitgenodigd om ergens te eten. En we zaten gezellig wat te babbelen in de keuken. En ik keek zo wat over de schouder mee. En ik zag die teefvalpan op het vuur komen en die zat gewoon vol krassen. Maar vol krassen. Ik dacht, oh my god, nee, dit komt niet goed. En dan ben ik altijd blij dat ik mijn lichaam elke dag help om zich continu te ontdoen van toxines en afvalstoffen. Maar goed, je kunt het maar beter vermijden natuurlijk. Dus als er ook maar 1 krasje in zit, weg ermee. Als je ze afwast, kan je ze best afwassen met de hand. Dus niet in de machine, maar met de hand. En kun je ze best afwassen met handschoenen aan. Ja, klinkt toch wel eeuw, hè? Of je kan natuurlijk, als je dan toch zo drastisch wil zijn zoals ik en die pan weggooit, dan kun je kiezen voor een gezond alternatief. En in het begin ging ik dan voor Green Pan. En ik heb ze in alle maten en soorten, maar eerlijk gezegd, ik weet niet of dat bij jullie zit. Heeft er iemand zo'n Green Pan, een Green Pan? Heeft iemand dat thuis? Heeft iemand al de overstap gemaakt van teefval naar Green Pan? Bij mij, ik weet niet of bij jullie zit, maar bij mij plakt het eraan. Het hangt eraan. Hoe ik het ook probeer te vermijden, het lukt mij niet. Dus onlangs heb ik zo'n pan gekocht. Dit is een grillpan, maar je hebt ze ook in alle vormen en formaten. En dit is lavasteen. Dit is lavasteen. Oké, het is een prijzige pan. Maar weet je wat? Mijn gezondheid is wel wat waard. Dus ik heb het ervoor over en ik was sowieso toe aan een nieuwe grillpan en ik heb iets gemist precies. Ja, Sabine, je moet ze even terugspoelen, want dit is kei interessant. Dit moet je weten, maar misschien weet je dat al. Ik weet het niet. We krijgen hier ondertussen bezoek van iemand die er eigenlijk niet mag zijn. Hallo, dit is Louise. Wat wou ik zeggen? Ja, die lavasteen is dit. En ik was toe aan een nieuwe grillpan en ik heb deze gekocht. En wauw, ik ben heel tevreden. Werkt snel, werkt goed. Ik heb een gasfornuis. Werkt er perfect op. Werkt op alle vuren trouwens, alle fornuizen. En er hing niks aan. Niks. En ja, ik ben niet vies van vetstof. Want ik zeg altijd tegen de mensen, je moet meer gezonde vetten gebruiken. Mensen gebruiken veel te weinig goede vetten. Ze zijn nog altijd zo bang dat ze gaan verdikken van vet. Dat is niet zo. Ja, van slechte vetten. Van minarines en margarines en al die rotzooi. Ja, en al van al die rare
oliën die ze verkopen. Ja, daarvan, maar niet van kokosolie, niet van olijfolie, niet van avocadoolie. Dat zijn allemaal goede dingen, dus doe dat er maar in. En of als je houdt van boter, kies dan voor een goede boerenboter. Dat is nog, of van ghee, dat is de geklaarde boter waar de lactose uit is. Als je lactose wil vermijden, wat ik aanraad, zeker voor de dames en zeker voor mensen die pukkeltjes hebben en zo. Nou ja, ik niet. Ozopanna had mijn oma. Ja, maar we zijn er allemaal mee grootgebracht. Mijn mama die had bijna niks anders, denk ik, dan zo'n pannen. Ze had zo pannenkoekenpannen, ze had zo vleespannen, vispannen. Ik, allemaal teval. Maar ja, we wisten niet beter, toch? En nu wel. Dus ik hoop dat ik met deze video jullie een klein beetje heb iets interessants heb bijgebracht. Als je mensen kent, als je mama's kent die met tefalpannen koken, tag ze even. En ze zitten op Facebook. Tag ze even onder deze video. Als je vriendinnen hebt of een echtgenoot of een vrouw die met die pannen aan de slag is, tag ze even. Want dit willen we toch wel weten, denk ik. Uiteindelijk is onze gezondheid is toch wel een van de waardevolste dingen die we hebben, zo niet het meest waardevolle. Dus daar moeten we toch goed voor zorgen. En je weet, als je goed zorgt voor jezelf, dan kun je ook beter zorgen voor anderen. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Ik hoop dat het waardevol voor jullie was. Laat weten hoe het bij jullie zit onder deze video. En dan zie ik jou heel graag in een volgende. Stel het wel, bye bye.